Exano's de NBA-podcast van Friends of Sports. Het is zover niet meer achter de schermen, wel degelijk gewoon op de podcast. Jonas Wouters, Woehoe. je bent er. Um, even duidelijk maken, normaal zat Jong Mavu hier vandaag, uh, rapper die ook al in voet vooruit heeft gezeten, maar die heeft moeten afzeggen, die komt wel in maart terug, dus hij zal hier nog zijn. Maar dan dachten we, het is de moment, we geven hem een micro. Jokker. Ik was hier toch, hè? Gewaar, dus ja. Allee. Of dat ik nu daar sta of hier zit, zoveel verschillen maakt het dan niet. Hoor je nu het liefst de Jonas of Jokke? Want ik moet zeggen, ik vind het heel raar om je Jokke te noemen, want voor mij is Jokke de Brijs. Ja, ik weet dat, maar iedereen noemt mij Jokke. Dus okay. ja. Het is tegenwoordig al raar als er iemand mij Jonas noemt. Oké, okay, het, zal, het zal jokken zijn. We zullen nooit meer Jonas zeggen. Ook als je nog eens gewoon onze opname leidt, zal het vanaf nu altijd, altijd jokken zijn. Uh, Even duidelijk te maken. Je bent een NBA-freak ook. Je basket zelf nog altijd. En je hebt ook commentaar gegeven. Een tijd voor Eleven. In een uh, ver verleden, ja. Een ver, ver verleden Eleven bestaat drie, vier jaar <laughs> of zo. Wat is het? Nee, ja. Um, ik deed samen... Ik denk drie jaar geleden of zo. Samen met Glenn Dollander. wisselden wij elkaar af. Drie jaar geleden, is dat al een ver verleden? Ja, voor mij wel. Hè. Ik ben freelancer, dus ondertussen heb ik zoveel dingen gedaan dat dat uh, echt al bijna gewist is. Oké, okay, we gaan het hebben over de NBA, uh, want we hebben wat algemenere gesprekken gehouden op deze podcast de afgelopen weken. Ik dacht, het is tijd voor nog eens wat actualiteit. Er is veel gebeurd. Uh, dus ik heb een hele lijst gemaakt met dingen die ik zou willen bespreken. En het eerste wat me eigenlijk vooral opviel van de vorige week uh, was de uitspraak van Draymond Green. Ja. Die nog eens heel duidelijk heeft gemaakt: de NBA werkt, in twee mate, of werkt met twee maten en twee gewichten. Het ging dan over ja, Andre Drummond, dat was de aanleiding. Drummond speelt nu voor de Cavaliers, die moet niks doen. Tenminste, de Cavs willen hem traden. Dus werd hij na de opwarming weggehaald om dan in gewone. Ja, hij zit zelfs niet meer op de bank. Nee, hij moest in normale ja. burgerkleden Hij moest hij op de bank gaan zitten om dan de match te volgen, want ze willen hem traden. En Green kaartte dat aan en zei van. ja. Het is niet eerlijk dat spelers kritiek krijgen als ze zeggen dat ze weg willen. Zoals James Harden, zoals Kyrie Irving ook al gedaan heeft. Maar als een club iemand wil traden en die gewoon aan de kant houdt, dan is het de normaalste zaak van de wereld. Ja, ja ik volg hem daar volledig in. Hè. Uh, ik denk, ja, hij haalde dan zo het voorbeeld aan van James Harden. Wat er dan wel een bekke over was, denk ik, Harden, mm, die ja, echt moddervet bijna <laughs> op het plein stond. Uh, dan dacht ik ook wel van, oké, okay, James, sava. We weten dat je weg wilt, maar probeer toch nog een beetje je best te doen. Maar ja, het is waar, hè. Drummond, het is, het is zo jammer voor hem. Hè. Want dat is, dat is zo'n goede speler en zo'n goede asset. En ja, de, dan worden echt gewoon gebruikt. Hè. Maar langs de ja. andere kant, en Jalen Rose zei dat in de Jalen en Jacoby-podcast, en dat vond ik een hele goede opmerking. Cleveland zorgt er wel niet voor dat dat Drummond beschermd blijft. Tenminste, hij mag niet, ze willen hem niet meer spelen, ze willen hun asset beschermen, en hij kan ook niet geblesseerd raken. En dat is ook inderdaad wel een goed punt. Als er dan toch voor Drummond getraind zou worden, wat niet gemakkelijk gaat worden, denk ik, maar als dat zou gebeuren, hij kan niet geblesseerd geraken, want ze laten hem effectief aan de kant zitten om hem te beschermen in hun eigen bestwil, maar het is ook voor het bestwil van de speler. Ja, dat is waar. Ja. Hij gaat gezond blijven, maar tjw, ik vraag me toch af. Zo dat matchritme... Hij, maar, heeft dat, hij heeft dat wel echt nodig, hè. zeker ik, hij. Hij is toch al iets ouder nu? Ik zou toch denken: van kom. Denk wat dat is, de... is, ik volg u wel. Jeet, 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 ja. Je hebt dat wel nodig als ploeg dat je echt een gezonde speler kunt afgeven. Ik denk dat Green de, meer het probleem heeft ook. En daar ben ja, ik het wel voilà. mee eens dat met de perceptie. Met de perceptie, met hoe de media daarmee omgaan, um, hoe daar kritiek op gegeven wordt. Want het is echt wel zo, wij ook, we hebben Harden hier afgeslacht. Ergens Kyrie Irving een paar jaar geleden ook toen hij wegviel bij Cleveland. Terwijl dat eigenlijk op zich een goed recht is. Zeker als je niet kritisch bent voor de beslissingen van de clubs. Dan. Dat, je nee, kan dat twee maten, twee gewichten. Want ik denk dat was dat ook niet Green die dat een paar jaar geleden al heeft gezegd: van we moeten af van owner. owner want wij worden gezegd, ja, zo gezegd geowned. Ja. Daar moeten we ook al van af. Ja, dat, 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 is, dat is zo. Hè. En ik denk, ja, als speler. Ik vind de NBA is al de beste competitie om dat uh, te staven, vind ik, dat spelers sowieso al een stem hebben. Mm -hmm. uh, met die Black Lives Matter en zo. Um, LeBron, die daar een hele grote voorstander is om ja, zijn eigen mening ook met all star Game en zo um, in te verkondigen. Maar ik denk, ja... Het is nog altijd zo, ja, ze, ze worden gewoon gebruikt. Hè. En als, is... als de club zegt van, jij gaat nu weg, ja, dan, dan zet jij weg. En als jij speelt in een... Bij een toffe ploeg en voelt u daar goed bij. Allee, het doet mij altijd denken aan Zaya aan, aan Thomas. Toen hij werd uh, weggetrayed uit, uh, uit Boston. Dat hij ja, echt met tranen toe. Ja, dat hij daar gewoon weg moet. En dat die maar het was wel de beste ja. beslissing van Danny Ainge. Want Thomas had die heupblessure en sindsdien is hij ook gewoon niet meer aan de bak gekomen. Gewoon omdat hij er fysiek niet meer staat. Nee, dat is waar. Ja. En je en zou op lange termijn kunnen zeggen: van, Oké, okay, ja, Thomas, wat doet hij nu zelfs nog? Hij gaat bij Team USA spelen voor een of ander uh, toernooi ja, okay. binnenkort, maar hij heeft geen team in de zo NBA op dit moment. Exhibition, ja, ik weet niet welk toernooi zo. het precies is, dat heb ik niet opgezocht, ja. ga ik eerlijk in zijn. Ja. Uh, maar wat ik wel, wel merk is, de NBA steunt zijn spelers inderdaad enorm, laat die zeggen wat ze willen, vaak, zonder die te beboeten, behalve over de scheidsrechters natuurlijk, dat is blijkbaar een <laughs> probleem in elke competitie, ja Frank de Blekeren. <laughs> um, <laughs> um, maar je merkt wel meer en meer dat ze in de NBA, het is een het zijn allemaal opportunisten. Het draait allemaal om geld. Want die hele Black Lives Matter: uh, dat het op de, op de velden mocht staan en dat de spelers hun, hun, een bepaalde slogan op hun shirt mochten zetten. Ja, ze doen dat omdat de spelers dat willen, omdat ze daarachter staan. Maar ook omdat ze weten: als we het niet doen, gaan de spelers niet spelen en verdienen we geen geld. En dat is iets wat ook wel meer en meer opvalt, vind ik. Van oké, okay, ja, ze steunen die spelers. Maar ik vraag me af, wat als nu 50% van de NBA-spelers een andere mening zou hebben? Hoe zouden uh, ze dat aanpakken? Ja, je weet, Zo bij de NBA, als er iets wordt beslist, moeten ze altijd. En ik heb dan altijd het gevoel van, ja, die doen dat nu, maar daar zit sowieso veel meer achter. Hè. En ja, want ik ben wel fan van Silver. Ik mm -hmm. uh, denk ook ja, van het feit van in die bubbel te gaan spelen en zo. Kijk, goede beslissing. Maar ja, maar ik denk dat dat bij elke competitie is. Die, die gaan sowieso eerst nog kijken van... Kunnen we er iets aan verdienen? Maar zeker Amerikaanse dus, competities. Ja, dat, voilà. is, dat is toch meer zelfs dan, uh, dan de Europese. Um, Drummond en, uh, en um, Blake Griffin, want die wordt door, door Detroit ook aan de kant gehouden. Daar had Draymond Green het natuurlijk over. Ik zeg het, ik ben het op, in principe ben ik het ook eens met hem. Vooral de perceptie daarvan. Want waarom zou een speler niet mogen zeggen dat hij, dat hij weg wil als je ergens niet meer wil werken, dan... Is dat je recht om daar weg te gaan? Langs de andere kant, je hebt een contract. Ja, Het is, het is zo moeilijk om daar een. Om daar een ja, dan... want die stok niet. Hey, Weet we dat? Heeft Drummond zelf misschien niet gevraagd om uh, niet te spelen? Volgens de, volgens de geruchten niet. Volgens de ah, ja, geruchten, okay. geruchten zou hij gewoon willen spelen, ja. blijkbaar. Wat ik heb gehoord, is dat zo. Dat gaan we nooit weten tot een paar jaar nadat hij getraind is, wat hij weg is waarschijnlijk. Maar ik vind het wel opvallend. En het is wel zo, als speler. Je kan zomaar weggedield worden. Je kan een huis kopen ergens en dan ineens horen van: Nope, het is toch. Kijk naar Ricky Rubio bij Phoenix. Die zat daar op zich goed. En dan ineens van: oh nee, ik wil een Chris Paul krijgen. Dat is interessanter. Dus Rubio terug naar Minnesota. Ja. Maar dat is heel normaal voor ons. En als je NBA 2K speelt, is dat ook heel tof. Maar die mensen hebben een leven. Die mensen hebben een familie, hebben een gezin. Dat heeft, dat heeft veel gevolgen ook. Ja, ja, ja. Ik denk ja, dat, dat we dat soms een beetje te veel negeren. Daar, daar wordt ook precies niet bij nagedacht bij die. Bij die... Bij die owners zelf, van daar wordt ook niet in gecommuniceerd. Of zo, want het was toch ook Harrison Barnes die dan tijdens de match te horen ja. kreeg van, ah ja, die wordt getraind. Ja. Ja, die gaat hier niet meer spelen, ja. want die wordt getraind. De Marcus dan, Cousins, die haalde hij zie je, ook aan. Die zitten op de bank van... Ah? De Marcus Cousins, die kreeg te horen uh, tijdens het All-Star Weekend, tijdens een interview, van ja, je bent getraind naar de Pelicans. Ja? Ja hoor, hij is als journalist dat <laughs> tegen u moet zeggen. Oh, vreselijk. Allee, ja, dat kunt u niet inbeelden. Als, uh, als journalist moet het ook zo awkward zijn om dat te moeten zeggen. Om dan te moeten horen van... Ja, ja al, om dan te moeten horen van... Ah, bon. Dan ja. staat daar toch als journalist... Op. Ah. Ja. Um, Drummond ja. en um, Blake Griffin. Er gaan, er gaan nog trades gebeuren. Kevin Love, wat ga, daarmee gaat gebeuren, vraag ik me ook nog altijd af. Um, maar Andre Drummond, laatste jaar van zijn contract. Weet je wat Cleveland heeft opgegeven om hem binnen te halen van Detroit? Vorig jaar. Niks, hè? Ik. second round pick. Ja. Waarom zou hij nu meer waard zijn? Ja. Ja, ze hebben dan Allen binnengehaald, waardoor dat al vrij duidelijk was van oké. Okay, ja. Drummond die je gaat en Jared Allen is spelen. beter. Is ja. jonger en is beter. Dus maar wat, waarom zou Drummond nu meer waard zijn dan een second round pick? Dat vraag ik me echt af zeker omdat hij in zijn laatste jaren van zijn contract zit. Ja, voilà, want ik was ook al aan het denken van ja, stel je nu voor, allez naar, naar wie moet die nu gaan? Ook. Ik kan aan het denken, de Nets die kunnen nog wel. Maar die kunnen niet een voor een big gebruiken, maar ja, die hebben niks. Als het, om... een, als het een buy-out wordt, dan zijn er veel opties. Voor een trade. Ja, maar toch niet voor de Nets. Waarom niet? De Nets die hebben toch niks meer. Maar als, het, die het, nog als het een buy-out is, dat is het voordeel. Als het een buyout is, dan wordt een huidig contract afgekocht. En dan kan hij gewoon voor een minimum tekenen waar hij wil. Als hij de waivers cleart, dan kan hij gewoon voor een minimumcontract tekenen bij welke club hij maar wil. En dan zie ik de Nets wel als een hele grote contender om hem binnen te ja. halen. En dan wordt Brooklyn gevaarlijk, want dan hebben ze inderdaad een big man die iets minder versleten is als, uh, die ja, or, die dan die André Jordan. Ja. Ja, want ze zijn nu sowieso al, vind ik, contender. Ik vind dat ze meer en meer aan het bevestigen zijn. Ja? Ja. Dus ik denk... Als ze dan drummend, dan hebben ze rebounding. Dan hebben ze een beetje defense. Dat is wat ze nu niet ja, hebben. Ja, defense. Maar die defense, want ja. ze hebben vannacht gewonnen van de Lakers. Ja. Lakers zonder Anthony Davis, gaan we het straks nog even over hebben. Maar. En natuurlijk net zonder KD. Maar als je ze ziet spelen, dan merk je meer en meer deze ploeg daar. In mijn ogen, ik geloof er niet in dat ze nu al een contender zijn. Ja, ze hebben offensief al die fire, power en contender, natuurlijk. Ze gaan meedoen voor om naar de finals ja, ze, te gaan. Ze, ze gaan toch sowieso de Conference Finals halen? Ik zie zeker in het oosten... Ah, ik zie Op dit niet moment zou ik dat zeggen, maar er moeten nog, moet nog een dikke veertig matchen gespeeld ja, ja, worden. Ja, dat is hè? waar. Dus maar, ja... Ik weet niet, kijk jij graag naar de matchen van de Nets? Ja, omdat ik dat ik, ik vind dat intrigerend. Ah, dus ik vind, vind het heel wel. interessant om te zien... Ze hebben nog maar zeven matchen met z'n drieën samengespeeld. Ja. Ik vind het heel interessant om te zien hoe dat werkt. Hoe ze elkaar vinden. Ik vind het heel interessant om te zien. Ik wou het eigenlijk straks over hebben, maar goed, we zijn er nu toch over bezig. Heel interessant om te zien hoe die machtsverhoudingen zich allemaal, ja, allemaal op zijn plaats vallen. En dat Kevin Durant, wat we al op voorhand dachten, de gast is, die zegt: oké, okay, ik zal wel de. Derde man zijn op zich, ik zal me wel gewoon het meeste aanpassen. Terwijl dat dat eigenlijk met voorsprong de beste speler ja, van het team is. Ja, met een voorsprong. En dat Kyrie Irving dan vorige week leuk komt zeggen. Ja, ik heb, uh, ik heb tegen James Harden gezegd. Uh, jij bent nu de point guard ik ben de shootingguard, jij bent de 1, ik ben de 2. Uh, ja, kijk, het, het is de beste beslissing die er was voor die ploeg. Maar dat Kyrie dan weer moet zeggen. Ja, ik heb het even gezegd. dat is, uh. ja. ja, Kyrie, daar ben ik ook. Uh, ik had uh, gisteren nog een tijd gezien dat de beste. Ze, ze hebben het beste record als Harden en KD samen spelen. Dus als ja, Irving. <laughs> is... Maar Irving, ja, pff, ik, ik, ik zie hem zelfs niet meer graag spelen. Echt? Irving? Ik... Ja, ik heb zoiets van: ja, die geeft nu ook nog wat vijf assisten per match. Maar ja, of hij is zo. nu wel de shooting guard. Ja, dus dat is okay, anders, maar ja, pff, ik heb zoiets van: Irving, bij Irving is het nu echt dribbelen en... Shot en spot, spot shooter. Ik vond het wel straf dat hij dan gezegd heeft van ja, um, het is oké, okay, de bal in de handen van James Harden, want waarom is Kyrie weggegaan of wou hij weg, dat zij is bij Cleveland? Omdat hij de eerste optie wou zijn. Uh. Hij wou zijn ploeg hebben, niet de ploeg in de ploeg zitten van LeBron James. Daarom wilde hij weg, daarom ging hij naar Boston in die trade. En dan nu bij Brooklyn, oké, okay, met Kevin Durant. En dan komt Harden daarbij. En ik denk dat daarom het zo belangrijk is voor Kyrie dat hij het zelf heeft gezegd aan de media. Ja, ja dat kan goed zijn. Ja. Het is mijn beslissing. Dat hij het zelf uit handen heeft gegeven. Ja. Ja, 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 ja. ja, want het is wel de beste beslissing geweest om Harden op die point guard te zetten. Hè? Ja, hoeveel, hoeveel krediet verdient Harden daarvoor? Echt, ja. Hoe dat die aan het spelen is ook de laatste tijd, dat's, ja, dat's wauw, hè? dat is wauw. Want we hadden gedacht, tenminste, ik had toch gedacht: Harden gaat, het gaat moeilijk zijn om van die James Harden bal af te geraken. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, ik denk dat iedereen dat wel dacht. Hè. Van ja, wat gaat er veranderen tegenover Houston? Maar er is maar veel veranderd. Denk, ja, dat die een die mindset. En ik denk dat dat echt heel hard met KD ook te maken heeft. Alles. Ja. Heeft alles met KD te maken, daar ben ik ook van overtuigd. Zijn zo'n goede mate ja. En Durant heeft zo'n positieve invloed op een kleedkamer. Als hij geëngageerd is en er goesting in heeft. En dat heeft hij duidelijk. En ja, het zijn drie waanzinnige offensieve talenten. Hè? KD is een two-way player, maar. Als dat effectief helemaal begint te klikken. En daarom vind ik het leuk om naar Brooklyn te kijken. Om te, om te zien hoe gaan die effectief uit, er effectief uiteindelijk uitzien. Als je het nu al vergelijkt met de eerste match die ze samen gespeeld hebben. dan zie je nu al die evolutie daartussen. Ja, dat is waar. Ik vind ook dat zo de, de andere spelers zich ook nog beter aan het inwerken zijn. Zo'n Joe Harrison. Oh, hoe zo, is die aan het spelen? Die, uh, die, die was aan het knallen tegen LA. Dat was. Uh, ja. ja, Joe Harris is. Uh, dat is ook het, en het mooie is dat ook aan je moet erop letten. als je kijkt naar een match van de Nets. Als Harris de bal krijgt in die shooting pocket, die bal blijft altijd hoog. Hè? Ja. Dat is niet normaal. Ik denk dat elke, elke shootingcoach daar, daarvan klaar komt. Ja, ja, ja. Echt? Ja, ja. ja, soms ook als je ziet. Maar ook hoe dat, die, hoe dat zijn voeten staan en zo. Soms denkt hij van, maar dat kan niet. Dat is, van, van Thompson en van Curry zitten zo'n dingen gewoon mm -hmm. dat in. Die, dat die zo kunnen schotten. Maar het is, ja, het is heel cool om te zien, vind ik. Hij heeft, heeft al die quick trigger ook. Ja. En ik denk, kijk, doet ze daar André Drummond bij? En dan mag iedereen nog banger zijn. Dan ja. denk ik dat zij de topfavoriet worden, zelfs over de Lakers. Op ja, 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 ja. dit moment nog altijd ja. niet. Ik hou er rekening mee dat Anthony Davis fit wordt uiteindelijk. Uh, vier weken is hem uit. Hè? Ja, dat gaat ja. meer zijn. Dat's, dat's, maar, maar dit Brooklyn, als daar een Big Man bij komt langs de andere kant, het is geen garantie dat Drummond uitgekocht wordt. Nee, nee, het ik denk, is, uh, uh. er kan nog voor hem getrade worden, want de laatste jaren van zijn contract, wie gaat het doen? Groot vraagteken. Maar welke ploeg kan zo'n Big Man gebruiken die nog altijd te graag de bal eigenlijk in de post wil voor zijn post-ups, wat niet zijn sterkste punt is. En wie gaat hem kunnen overtuigen om te doen wat hij moet doen voor een contender? Dat is rebounden, screensetten, naar de basket rollen en ruimte maken in de paint voor andere mannen en shots zetten. Dat is alles wat Andre Drummond moet doen. En ik vraag me af welke ploeg hem daar voor zou kunnen overtuigen, buiten Brooklyn. Ja, het is uh, ja. Het is daarmee, ja. Ik denk, als je daar de invloed hebt van Harden en KD, en vooral dan van KD, dan denk ik dat Elke speler zijn ego wel wat aan de kant kan zetten, maar voor de rest, ja, ja het is ook zoals dat je zegt, Drummond het is ook niet meer wat geweest. is. Hè. Maar nee, het is ja. nu. Wanneer is hij gedraft? Ik denk 2012, het jaar van Anthony Davis. Ja. Denk je dat hij gedraft is? En dan, negen ja, jaar in de league, Savannah. iemand die. Ja, dat is geen slechte speler, hè, maar die is... maar, maar zou jij met je ploeg willen? Nee. Voilà, nee. en dat zegt alles. Iemand die 30 miljoen per jaar verdient en je zegt, nee, eigenlijk niet. Ja. Second round pick hebben ze ervoor opgegeven. Het is zoals Blake dat je daar juist aanhaalde. haalde. Die, maar dat is die helemaal... wilde ook niet meer... Ja, maar dat is nog iets anders, hè. Want Blake, je, je kan, van, je kan van, een, van een cliff vallen. <laughs> ik, weet, ik weet niet welke vergelijking je moet maken met Blake Griffin, maar die is daar gewoon echt afgedoken zonder parachute. En die gast heeft al meer dan ja. een jaar niet meer gedunkt. Dat is ja. Blake Griffin. Die is onzichtbaar, hè? Alleen dat is. Als je die vroeger zag spelen bij de Clippers, dat was. Och. Die ja, eerste. Gaan we dan denken, de eerste jaren van Lob City. Is gedraft in 2009. Het eerste jaar heeft hij niet gespeeld, want hij geblesseerd is geraakt in pre-season. Ja. Maar daarna, zeker toen Chris Paul erbij is. Ja, met gekomen. CP3 en dan DeAndre, Jamal Crawford. Ja, dat was wel een ploeg. JJ Reddick die daar toen bij zat. Dat was een, een fantastische ploeg. En Blake Griffin is top 5 geweest in MVP-votingen. En terecht, ja, ja, maar toen was die ook wel echt. Allee, het was ook. Je kon niet, er kon niet een dag voorbij gaan dat de Clippers hadden gespeeld en dat die niet in de top 3 van Place of the Night zaten. Hè. En dat je ook Ai, bewust dat is... ging kijken: van wat heeft Blake Griffin vannacht gedaan? Yes. Ik vond die zo goed. En want we hebben het nu over zijn dunks, maar komt daarbij dat het ook gewoon een hele goede playmaker is geworden daarna. Die toen Chris Paul een tijd geblesseerd is, de Clippers heeft terechtgehouden een hele periode. Ja, ja, ja. Die door de Clippers in zak is gezet. We hadden het daarnet over die twee maten, twee gewichten. Ja, ja, ja. Hoe Blake Griffin in Detroit is terechtgeraakt. Voor mensen die dat vergeten zijn, heeft een contractverlenging getekend nadat ze hem hebben uh, proberen te overtuigen. Met een hele, een hele tribute-video toen al in Staples Center op het grote scherm. Die, mega, die Megatron of hoe dat ook heet, die Jumbotron. Um, een hele, hele video gemaakt met hoe hij zijn carrière zou eindigen in, bij de Clippers. Hoe hij kampioen zou worden, hoe zijn shirt in de rafters zou gaan. Eerste shirt van de oh, Clippers, dat hij uit, uit Retired ja. zou worden. Een heel mooi verhaal. Een half jaar later wordt hij getrade naar Detroit. Ja. Niet tof om van LA naar Detroit te gaan, dat is nee, al nee. één, maar... Terwijl dat hij daar nog het eerste seizoen ook saffaat gespeeld nog, vond. ik Bij de Pistons. Ja? ja, ik vond dat hij daar ook, zoals dat je daar juist zei, zo'n playmaker... Je zag ook dat hij daar die rol op zich begon te nemen. Mm. Maar daarna, ja... Maar het is nog eens het mooie bewijs dat de woorden van Draymond Green heel veel waarde hebben. Als je kijkt hoe Blake Griffin behandeld is ja, tegen de contract van vijf jaar. Dat hij overtuigd wordt om daar te blijven. En dan ja, stuur ze hem weg. jij speelt ook alleen maar in een ploeg waar dat je je goed voelt. Hè? Liefst. Ah, ja, ja. Liefst. Tuurlijk. Ja. Uh, trouwens, waarom het zo moeilijk gaat worden om Blake Griffin te traden? Dit seizoen 36,8 miljoen dollar. Volg het seizoen een player-option die hij niet gaat weigeren, want het is er een van 38,9 miljoen. <laughs> ja. De enige optie is toch een buy-out. Het enige wat je kan doen, is toch proberen om dat contract uit te kopen. Wie, ge, ja, wie ja, is er dan, zo zot om dan, daarvoor te traden? Dan, ja, het is dat dan ook weer de vraag, naar waar gaat die? In, hè? Maar als die, als die uitgekocht wordt en het is een minimumdeal, dan kan die wel, denk ik, een, een, een leuke rol hebben voor een contender, een kwartiertje van de bank. Ja, maar dat zie ik hem dan ook weer niet doen. Een Drummond zie ik dat doen, maar Blake... Ja. Ook niet als je weet dat, hij, dat zijn knieën zo kapot zijn dat hij dat zelf beseft. Van, het is inderdaad wat minder. Ja, het ik wil zal winnen. moeten, hè. Het zal moeten. Maar je wilt dat niet zien, eigenlijk. Hè. Ja, ik ben aan het kijken naar de contenders op dit moment. Ja. In het oosten. Philly en Brooklyn. Zie ik niet gebeuren. Nee. Milwaukee. Hm. Ook niet echt. Indiana. Ja, Indiana wel, hè. Zie ik wel. Ja. Boston. Daar zie ik hem ook nog wel ergens naartoe gaan, want de twee Williamson, daar, ja, hebben ze, die hebben de, de, daar gaan niet ze iets van uh... krijgen. Uh, Thijs en Thompson, ook geen succes. Trouwens, Boston, interessant voor Andre Drummond. Als dat zou lukken, heel interessant. Uh, Toronto. Die trouwens, ja. over Drummond gesproken, Toronto heeft een trade package klaar. Hè. Die, zouden effectief, voor, uh, Drummond. Ja, die zouden effectief iets willen doen. En wie zouden ze dan... Dat is de vraag. Want als je kijkt naar die salaries, moet die ik erbij halen... Ja, ze gaan, Want, gaan ze niet opgeven. Hè? Uh, nee, ja, tuurlijk. Ja. Als, ze, als ze Drummond voor een second round pick hebben getraind, dan gaan ze niet K.L.A.R. Maar je, je gaat sowieso een salary filler moeten. Waar staat Toronto hier in die lijst? Um, je gaat sowieso een salary filler uit ah, Toronto Maar Drummond, ja, zeker na het vertrek daarvan, Ibaka, zou Drummond wel een goede pick-up zijn, denk ik. Maar als je kijkt, wie verdient er meer dan 10 miljoen? Daar enkel Norm Powell, Fred Van Vliet, Lowry en Siakam. Al de rest verdient minder dan 10 miljoen dollar. Drummond ja. zit aan 29 en een klets. Ja. Dus met andere woorden, dat, ga, dat zie ik ook niet gebeuren. Ja, ja. De Celtics kan wel, die <laughs> hebben een trade exception van 29 miljoen voor die uh, die ze gekregen hebben in die sign-and-trade van, uh, van Gordon Hayward met Charlotte. Zwat, ja, ja. So, uh, Blake Griffin, Dus dat zijn, dat zijn de contenders in het oosten eigenlijk. Ja, Indiana zie ik eigenlijk nog wel. Dat zou ik nog wel tof vinden. In het westen, Utah, nee, Lakers, nee, nee, Portland, misschien, Phoenix, ah. zie ik niet gebeuren. Golden State, Denver, hm? weet je, waar Blake Griffin leuk zou zijn? De LA Clippers. <laughs> en ik meen dat echt. Ja. Ik meen dat echt. Het zou, het zou ja sportief ook het, het zou, zou weer tof zijn om naar te kijken denk ik maar het zou ook gewoon passen ze hebben daar Ibaka ja maar voor de rest ze hebben daar Jamal Green denk nee die Jermichael Green is weg ze hebben daar te Wacht, weinig volk. wie staat daar nu op de vier um, Kawhi is het meestal op de vier, hè? die daar ah ja. start dus Oké, okay, dus... Blake naar de Clippers. Blake naar de Clippers. Ja. Wel. Ik, zie, ik zie dat wel gebeuren. Ik ga de stats ja. even bijhalen van de Clippers. zijn even... eerste match dat hem terugkomt, krijgt een, een nieuwe video op de, op de Jumbotron. <laughs> Welcome, <Black. laughs> Welcome back. Ah, Sorry. Marcus, Marcus Morris is daar natuurlijk nog. Uh, maar ah, hebben... ja. Marcus Morris. Oh, ja. Nicola Batum speelt daar minuten hè? Dan ja. zie ik... Blake Griffin <laughs> Ja, daarom waar ze naar Blake Griffin dan geen kwartiertje daar kunnen ja, 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 ja zeker. Oké, okay, goed. Dus voilà, de drummers naar de Nets en Blake naar, uh, naar, de, naar de clippers. Ja. Okay. ja, dat zou heel tof zijn voor Blake. Oké, okay. oh, Maar um, En zo, gewoon drie dunks op een match. Hij gaat niet meer dunken, die kan ja, maar, dat niet meer. Zoals je gezegd, een kwartiertje van de bank. En dan kan hij gewoon om zo wat. Hier, Blake. <laughs> <Up. laughs> okay. Dek hem er nog eens door. Uh, maar ik, ik denk dat hij wel gewoon op andere manieren effectief een impact kan hebben. Als hij een kwartier daar kan meedraaien, mee die, die, uh, die spelverdelers al op zich wat nemen. Zie ik wel zitten. Uh, de All-Stars zijn bekendgemaakt, tenminste de All-Star-starters. Ja. Volgende week hebben we een speciale All-Star-aflevering. Andries Bekkers komt terug. En wij gaan samen onze All-Stars kiezen. Um, en dan waarschijnlijk over duizend andere dingen praten. Want met Andries. Ja, we hebben al vier uur eh, gereserveerd in de agenda. Het was twee uur en een <laughs> kwartier vorige keer, maar denk ik. Hè? Ah, ik zou er nu los over gaan. hè. ja. Ik denk omdat we toen ook een van ons moest naar de wc, denk ik daarom. <laughs> um, in het oosten de starters die uh, zijn Kevin Durant. Of dat zijn Kevin Durant, Joel Embiid, Janis Antetokounmpo, Bradley Beal en Carrie Irving. In het westen, LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard, Stephen Curry en Luca Doncic. Ben je het eens met de starters? In het oosten wel. Ik ben heel blij dat Bradley Beal uh, mag starten. Hoe dat uh, ja. De Wizards aan te dragen is. Als, uh, nou ja, aan, ja. aan het dragen is. De Wizards staan. Ja, ze staan wat voorlaatste? Ja, nee, nee, nee. Ze zijn nu um, net boven de Cavs en de Pistons. Met negen overwinningen en zeventien nederlagen. Maar het is wel zo. Zonder Bradley Beal hadden ze nu ja, 22, 22 als Dat is nergens, hè. Dus ik ben wel heel blij voor hem. En ik denk voor de rest, ja. niet meer dan logisch. Oké, okay, eerst het Oosten. Um, ik ben het daar niet helemaal mee Al eens. Als zou ik Harden. Nog wel kunnen switchen voor. Uh... Ja, ik wil Jalen. Nee, kijk. Kyrie Irving mag daar voor mij niet inzetten. Die is tien matchen heeft gemist zonder iets te laten weten aan zijn club. Gewoon. Ja, maar je zit daar nog altijd kwaad om. Maar kwaad niet, maar ik vind dat gewoon. Dat, dat, hoeveel matchen zijn er gespeeld? Dertig? Iets meer? Uh, ja. Nee. Heeft tien matchen gemist, omdat hij gewoon. Oké, okay, persoonlijke problemen. Kan goed zijn. Je laat iets weten aan je club. Je kan nooit zomaar zeggen van ja, ik kan achteraf. Ja, sorry, ik ben, een, ben drie weken niet komen werken, want uh, ik had het te moeilijk. <laughs> je kan dat zeggen. Alle begrip voor mentale problemen, dat is heel belangrijk dat we daar meer aandacht aan geven. Maar het is niet moeilijk om te laten weten aan je club. Ik heb tijd voor mezelf nodig. Ik ga even die tijd nemen. Nee, dat dat zou waar. alles veranderd hebben. Dat gewoon. Uh, James Harden, je hebt het al gehad over zijn Houston periode. Dat telt mee voor dit seizoen ja. voor mij. Jalen Brown. Jalen Brown nee. had voor mij All Star starter mogen zijn boven Kyrie Irving. Ja, de Celtics hebben het moeilijk of Malcolm Brogdon? Nee, jongen, Malcolm nee? Brogdon is niet goed. Maar ah, ik, ik ben zo fan van Malcolm Brogdon. Dat is toch geen All-Star. Nee, wow. hey, ook bij Indiana, die is niet slecht bezig. Hè? Maar Indiana heeft maar één All-Star. En dat is Sabonis. Ja, dat is waar. <laughs> dus, ja, dat is dan ook weer waar, ja. Brogdon nee, ik vind Jalen Brown die de stap die hij gezet heeft dit jaar offensief en defensief um, vooral offensief, want je wist dat een goede zeker verdediger was. Maar offensief is hij bijna de evenknie van Jason Tatum. Het is zo. Jason Tatum is de meest getalenteerde speler van de ja. Celtics. Brown is dit seizoen de beste. Ja, dat vind ik wel dat je nog altijd merkt als Jason Tatum niet meespeelt. Natuurlijk. Met de Celtics. En dan, dan hebben ze het heel moeilijk. Want dat kan je bij veel ploegen zo zeggen, denk ik. Ja, ja, tuurlijk. Dus daarom. Maar jij zou Kyrie. Jij zou Harden en Kyrie boven Jalen Brown kiezen? Als het aan jou Nee, uh... Kyrie niet. Nee. Ja, gewoon omdat ik. Oh. Sorry, Carrie. <laughs> maar dat is, dat is denk ik gewoon persoonlijk. Ik zie hem ongelooflijk graag basketten. Dat is, ja, dat is dat is magie. Mm -hmm. Maar pff, ja, hoe dat hij zich gedraagt en alles daar rond. En bij sommigen kunnen daarom lachen. Dan is, dat, dan is dat tof. Zo die, die spelers waar dat dan zoiets mee scheelt. Mm -hmm. Zoals een, een Lance Stevenson of zo. Dat vind ik dan weer grappig. Maar Lance Stevenson is ook niet zo goed. Nee, als nee dat is waar. Voilà, daarom dan... ook waarschijnlijk dat het grappig is. Maar, oh, ja. maar hij moet wel all-star zijn. Objectief gezien is Carol. Ja, ja een dat, dat vind ik wel. Ah, hey, gezien zijn prestaties. Um, oh, ik had door het laatste nog niet Dat Was hij met wie ook het plein. Aan het besprenkelen. Ja, oh, met Sali. So met Sali was het. Een ja, gebrande oh, Sali. Dat is altijd. Dat is een nieuwe, nieuwe gewoonte. En hij komt ook altijd aan nu met een wandelstok. Ah ja. Wel gezien. Nee. nee? En, en heeft hij een reden gegeven daarvoor? Ik denk dat het van zijn, zijn, zijn heritage zal zijn. Zijn, 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 zijn. Ja, maar daar is hij. Hij is nu. Heeft hij ontdekt dat hij van. Uh, Native American Heritage, of ja, ja, ja. die dat, dat ook heeft. En dan sindsdien is ja, daar... Ja, en nu gaat hij zich ook zo gedragen. Ja, hij heeft zich ook ja. zo'n zo ceremonie, zo'n ritueel ook gedaan vorig jaar, denk ik, met zijn zus. Dat ze zich hebben laten ja, dopen, is het niet? Ik weet niet hoe het heet, maar er was iets ja. mee. Zwat, Irving, het is wel een all-star voor mij. Geen starter in het Westen. Dus LeBron, Jokic, Kawhi, Curry, Doncic. Mij eens met die vijf? Um, enkel Doncic. Gewoon hoe dat, hoe, dat, hoe dat Dallas nu speelt, hè? vind ik echt ja, een schande eigenlijk. Hè? Alleen, een schande. Het is gewoon super jammer. Ze zijn nu, even dubbel checken. Ja, ze staan negende tiende. Of tiende? Dertien en tiende? 13 en 15. Ze staan twee matchen achter de nummer 8, acht, achter ja. Denver. Want ik denk, ja, Denver, die moeten sowieso de playoffs halen. En ik zie dan enkel Golden State er nog uitvallen, maar Spurs. op dit moment ook niet. Spurs gaan kunnen gaan de Spurs wel, nog, uh... kunnen nog... weg wel ja, dat, dat hoop ik dan weer niet. Mm. Ja, dat begrijp ik. Maar <laughs> Donsic, ik vind ook dat Doncic geen start... Hij is all-star, sowieso. Maar start er niet. Nee. Want het is nog eens het bewijs dat Damien Lillard de meest onderschatte ja. speler in de NBA is. Ja, dat is echt. En ik ben dat eigenlijk een beetje beu. Ja, ja ik ook. Want het is dan altijd, hij wordt er dan wel zo altijd bijgepakt. Van, ja, maar ja je mag reserve zijn, hè, Lillard. En dan denkt hij van, oké, okay, hij is een all-star. Maar... Hoe dat hij nu de laatste tijd weer aan het spelen is. Als, oh, hoe, dat die die hoe dat hij hebt, die drie punters binnenknapt. Je had het daarnet net over Bradley Beal die zijn ploeg draagt. Ja, ja, ja. ja Damian Lillard, Lillard is daar het mooiste voorbeeld Just hetzelfde, van. Hè? Portland is 18 en 10 op dit moment. We nemen dit op op vrijdagmiddag. 18 en 10. Nurkic is nog een paar maanden oud. Ja. McCollum is ook nog altijd geblesseerd. Het is Damian Lillard. Ja, ja, en en, die gaat ook niet direct terugkomen, hè, McCollum. En, en Carmelo Anthony. Carmelo is 37. Ja. Dat zijn de twee die het eigenlijk doen. En het is vooral, vooral Lillard. Ja, ja, het is dat. Ja, Anthony is, is een schone back Wat ik ook heel cool vind. Omdat, ja, dat is toch zalig. Dat is fantastisch. Maar Anthony, als je kijkt naar... Anthony, als... Anthony die blijft ook gewoon nog altijd hetzelfde doen. Zo Die, die ISO-plays en dan... Ah, maar als je kijkt naar die statistieken... Cool. Uh, Damien Lillard, 29,8 punten per match. 4,4 rebounds, 7,7 assists. 1,1 uh, steals. 2,5 assiste turnover ratio. Wat echt waanzinnig is. Heeft drie turnovers per match. Wat heel goed meevalt voor iemand die ja, zoveel is de bal draagt. Ja, weinig. Als point guard. 45% field goal percentage. 38,4% van achter de driepuntlijn. 93% van de vrijwarbaan. En dat zegt eigenlijk nog altijd maar 10% van wat Lillard betekent voor zijn ploeg. Ja, ja, ja. Ja, want we hebben het altijd over Curry. En hoe dat die um, zijn drie keer binnensmijt. Maar hoe dat Lillard. Aan ah, keer dat die in de zone zit en ja dan alleen over het laatste had hij daar ook vier driepunters in de laatste wat was het twee minuten gemaakt maar oh, dat is dat is met zo'n gemak mm. dat hij je daar even ook twee meter over de middenlijn of zo en dan oh ja en je weet ook ik zal even gooien en, Komt daarbij dat hij de meest clutchspeler is in de hele NBA. Ja. Niemand heeft de laatste jaren, denk ik sinds 2012 dat hij gedraft is, of niemand heeft zoveel clutchplays gehad als Damian Lillard ja. tegen zo'n hoog percentage. Ja, zeker als je ziet tegen wie dat er ook dan al op hem aan het verdedigen ja. was. Paul George, ja, dat is. En wat voor, hoe, hoe hij dat ook doet. En uh. dat is het ding net. Damian Lillard maakt andere spelers en andere ploegen bang. Dat alleen al. En Doncic heeft dat heeft dat ook, maar dit seizoen voorlopig is Dallas minder. En. Blazers doen het goed dankzij Lillard. En alleen dankzij Lillard. En als je ook kijkt naar die voting, nog eens bewijs, je mag de fans niet te veel kracht geven. <laughs> ja, maar, ja, ja, dat is waar. De, het is nu verdeeld. 50% van de stemmen zijn voor de fans, 25% voor de spelers en nog 25% voor de media. Ja. Media en spelers hadden Lillard... Hadden eerst Curry, hadden backcourt op 1, Lillard op 2. En de fans hadden uh, Doncic op 2. En de fans hebben uiteindelijk... Ja, ...de doorslag gegeven omdat ja, ze ja, gelijk eindig zijn. Het ook, hij, hij is ook ideale schoonzoon een bekken, hè? Tonsic, toch? En hoe wow, dat als hem, je hem ziet spelen... Is, en ik, hoe dat hem dan aan het leren is en zo... Het is een naast... gigantische zagen op het veld ook, hè? Ja, ja, dat is waar, ja. Dus... Ja, ja, want daar ben ik een beetje beu aan het worden. Dat hem altijd... Hij is, hij is wel echt te veel excuses aan het zoeken, vind ik. Ja? Ja. En altijd tegen de refs en over het laatst ook nog eens dat hij tegen de ref bezig was. Maar hij geeft, daarna pushing, achteraf pushing. Wel toe. hij geeft daarna achteraf wel toe van ja, ik weet het, het ligt daar niet aan, het ligt aan mij. <laughs> dus dat, is, dat, is, dat kan ik dan wel appreciëren dat hij ja, dat eerlijk ja, genoeg ja, zegt. Op, op het veld ze er altijd ontoerekeningsvat ja, ik, ik mag daar ook helemaal niks van zeggen. Voilà. Um, dus wat, los van dat uh, Lillard starter moet zijn of niet, het feit dat er een all-star game komt is hallucinant. Ja. Eerst ging de NBA geen all-star game doen... Uh, omdat er zo'n kort offseason was, 71 dagen. Uh, want dan kregen de spelers. er ging wel een all-star break komen. zodat de spelers toch een beetje rust konden krijgen. En nu ineens dan beslist van. oh, toch geld nodig. Misschien gaan we het toch doen. Ja, ja puur omdat ze ja. geld nodig hebben. Maar dat, dat is dan ook wat je direct merkt aan alle spelers. Want die hebben daar helemaal geen zin hmm. in. Alleen waarom zouden nu nog eens voor een zaal... Want ja, daar, daar gaat ook geen volk mogen. Dat is het probleem. Het is, het, ja, dat is het probleem, net wel. Het is in Atlanta. Het is in Georgia. En in het ah, zuiden... Okay. Ja, ah, dat, Ja, ja, ja. Dat is het, hele, het hele, Wat maakt het helemaal hallucinant. Kijk naar de beelden van de Superbowl. Daarna, die feest, het feest in Tampa Bay. Ja, daar dat was geen corona. Daar was duidelijk geen corona. <laughs> 23.000 man in een stadion waar 65.000 binnen of 25.000 man. Dat was belachelijk. Dat is gewoon belachelijk. En... En zeker als je de cijfers in Amerika ziet, de pandemie die slaat daar nog altijd heel hard toe en heel uh -huh. hard om zich heen. En dan vooral wat jij net zegt, LeBron en de spelers. En LeBron is daar het meest uh, vocaal over. Ze willen niet. Ja, ja het is dat. Kijk. Ja, en iedereen volgt hem. Antti de zei het dan ook hè, Van ja, we do what he says ja, over LeBron duurlijk. dan. Ja. Alleen maar die mannen. En nu ook. Ze willen dan wel zo alles per se. Op een avond proppen, eh, wacht ze. De skills challenge nee, is, en de drie-punt contest zouden dan voor de match zijn. Ja. En de dunk contest zijn de, de rust. De rust. Ja. Ja. ja, dat willen ze dan zo per se. Ja, nee, dan denk ik van kom. Ze, ze weten het ook precies niet. Hè. Ja. Ze willen dan zo toch nog iedereen tegemoet komen. Maar... De burgemeester van Atlanta heeft ook al gezegd dat ze het niet ziet zitten. Dat er een All Star-game komt. Uh, vooral ze zegt van ja, de match mag gespeeld worden, maar uh, er mogen geen feestjes georganiseerd worden. Wat tijdens de Super Bowl wel het geval was. En we, ze wil dat niet, maar ze kan dat niet verbieden. Mm -hmm. hè? Als de staat Georgia dat toelaat, als de gouverneur dat toelaat in Georgia. Dan heeft zij niet per se de macht om dat te verbieden, als ik me niet vergis. Zoveel van Amerikaanse politiek ken ik nu nu ook niet om dat te weten, om die specifieke zaken te weten. Maar ze heeft daar echt een quote over gegeven dat ze zegt van: nee, ik zie het niet zitten. Ik wil niet dat er feestjes georganiseerd worden. Uh -huh. En je weet ook, kijk naar de Super Bowl. Als er een All Star Game komt, is de kans heel groot dat er in downtown Atlanta, wat blijkbaar een feeststad is, <laughs> dat daar wel iets georganiseerd gaat worden. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Je kunt die mannen dat dan ook niet kwalijk nemen. Hè? Want ja, ze mogen er wel een keer tussenuit. Maar, maar niet door de spelers, heb, hè? door de supporters. Want de spelers er... die mogen het hotel niet uit. Ik heb er ook gewoon geen zin in om er naar te kijken. Toch? Ay, het is... We gaan er sowieso naar kijken. Want het is een all-star game. Ja. Maar to... het, voelt, het voelt zo heel wrang aan, toch? Vorig jaar was er de motivatie in. Er was toch geen corona? Tenminste, het was toch niet helemaal losgebarsten? Ja, ja, ja. Die crisis? En het werd voor Kobe gedaan. Kobe was, ja. he, het was in de nasleep van het overlijden van Kobe Bryant. Het All-Star Game stond in functie van hem en van van Gigi's en dochter. Gaan ze opnieuw doen blijkbaar dat format, want dat werkte wel. Ja, tot 24. Maar toen, hè? Ja, maar toen ja. waren ze gemotiveerd. Ja, ja. En an, het is zoals dat gezegd hè, andere tijden hè. Maar nu zijn we al een jaar verder. Allee, ik snap niet dat je nog altijd daaraan kunt denken van dat je dat absoluut moet doen. En vooral. Ik vind het al heel straf. Dat er wedstrijden worden afgewerkt, niet meer in een bubbel ja. dat er gereisd kan worden, maar je ziet ook dat er nog altijd wedstrijden worden uitgesteld door corona. En veel, hè? En dan toch nog een All-Star Game willen organiseren? Nadat je eerst gezegd hebt we gaan het niet doen, dus de spelers die rekenen daarop, die weten zeker de Lakers en de Heat die het kortste offseason hebben gehad, die rekenen op die paar ja, dagen die vrij. Wel, ja. Even vrij denk ik, hè? Natuurlijk. En zo'n ja. curry die is zal wel iets hebben: van oké, okay, kunnen we nog eens balen. Maar dan hoorde ik een, hoorde ja. een podcast met Charles Barkley. En die zei dan weer: van ja, ze moeten niet klagen, ze moeten niet zagen. Ze worden goed betaald om te basketten, gewoon spelen. Ja, oké, okay, maar dat maakt, hij, dat maakt LeBron dan zo tof dat hij toch zegt dat hij Bekker opkomt voor van. Ja, we willen dat niet. We hebben daar helemaal geen zin in. Dat maakt nu ook menselijk. Mm -hmm. Ai, dat zijn geen robots. En ja, het is makkelijk om te zeggen: van ja, maar ja gast, jij verdient uh, 30 miljoen op een jaar. Ga een keer gewoon een All-Star Game doen. Ik vind dat je dan wel nog altijd kunt zeggen: van ja, sorry, daar hebben we helemaal geen zin in. En ja, het feit dan nu, dan, dat je dat per se wilt doen, maar dan een, een heel ander format, en dat je daar. Ja, geen kak aan mocht hangen en zo. Dat, is, <laughs> allee, ja, maar ja, dat, dat, dat verliest zoveel van zijn charme. Maar het ding is, op zich stoort het mij niet dat het georganiseerd zou worden. Als dat in het begin van het seizoen ook zo gecommuniceerd was. En dat is ja, waar het ik een probleem mee heb. Je zegt eerst, we gaan het niet doen. En dan uiteindelijk toch. Dat is waar ik een probleem mee heb. Je gaat niet de spelers eerst zeggen. Ja, we gaan het seizoen beginnen. Wat ze al gedaan hebben. We gaan het seizoen eind januari beginnen. Dan toch eind december voor het geld. 500 miljoen dollar. Dat was het verschil. En dan toch zeggen eerst van ja, we gaan geen All-Star Game doen. Om het dan toch te organiseren. En dan snap ik LeBron en die spelers helemaal. En dan stoor, dat stoort mij daaraan. Ja, ja, ja. ja een um, focus zit daar helemaal niet op. Hè. Nee. Ja. Uh, over LeBron gesproken. De Lakers. Verloren van Brooklyn vannacht. Ja. Niet uh, onbegrijpelijk. Maar die blessure van Anthony Davis is een probleem. En een heel groot ja. probleem. Ik zal je zeggen waarom ik dat ook vind. Is nu vier weken oud, wordt gezegd. Eerst was het een. Uh, een blessure aan de Achillespace, dan een kuitblessure. En nu is het officieel een calf uh, strain, dus een kuitverrekking. Dat is exact dezelfde blessure die Kevin Durant had in de playoffs van 2019. Een kuitblessure aan de Achillespace. Dat is niet goed, hè? Ik word daar zeker als je weet hoe Anthony Davis speelt, ja, word ja, ik daar dus dat... heel zenuwachtig van. Ja, ja. Ja, je ziet dat ze missen. Hè? Allee, de, de Nets kunnen met een smallball-line-up winnen van de Lakers. En zonder Kevin het, Durant. Zonder Kevin Durant dan nog, ja. En ja, LeBron, aan hem heeft het niet gelegen. Maar de Lakers-fans moeten zich wel zorgen beginnen maken daarover, denk ik. Want Anthony Davis mag niet te vroeg terugkomen. We hebben dat gezien wat dat oplevert met Kevin Durant. Je ja. kan geen enkel risico nemen, zeker voor een explosieve speler als Anthony Davis. Het is opnieuw een blessure voor AD. Dat zijn we al gewend. Opnieuw een lower body injury. Hoe vaak, hoe vaak heb jij al naar een match gekeken met Anthony Davis de laatste negen jaar en gezien dat hij het veld heeft moeten verlaten met een enkel blessure? Of dat hij een tik tegen zijn knie heeft gekregen en dat hij naar de kant moet? Uh, ja, maar dat, dat is ook omdat je die ziet spelen en. Hoe dat, de manier waarop dat die valt ook altijd. Hmm. Dan denk je altijd van... Och, Anthony, man. Leert een keer eens vallen. Maar het toch, is... Ja, maar hij is, hij is heel blessuregevoelig. En dan komt dit erbij. En dan weet je, zonder Anthony Davis gaat het niet lukken voor de Lakers. Dat is ook heel logisch. LeBron en AD moeten top zijn. Maar dan maak ik me automatisch ook zorgen voor LeBron James. Hij speelt nu in sommige matchen meer dan 40 minuten. In het reguliere seizoen. Ja, ja. Jaar 18, 18. 36 jaar. Ja, en hij blijft het doen. Hè. Het, is, ja. het is echt het is, het is, het is een beetje afwachten hoe lang dat gaat duren. Zelfs LeBron gaat dat toch niet volhouden. Ik weet niet of hij hetzelfde, hetzelfde pakt wat Tom Brady pakt. Weet ik veel wat dat is. Hè. Die, die Fountain of Youth. Dat is die die, die wonderdrang die Michael Jordan in Space Jam gebruikte. Maar er is iets waardoor LeBron kan blijven gaan. Hoe hij zijn lichaam verzorgt. Maar als hij 40 minuten per match gaat moeten spelen in het reguliere seizoen. Ja. Veel dat... wijn drinken. Ron drinkt veel wijn. Dat heb ik al gemerkt. Dat is, uh, van Young dat is, Charlie. Dat is precies zo. Uh... Van, van Young Charlie van de, van de, van de Germinal. <laughs> ik moet eraan denken, het shirt van Thomas Radzinski, dat uh, ze van meet, meet cadeau, bij meet, meet cadeau gekregen hebben, zal vanaf nu altijd in onze zetel liggen. Ja. Wat een heer, wat een, Spe speciaal voor u. Oh, wat een heilig ja. shirt. Ik, ik ga het nog altijd mee naar huis proberen, pikken straks. Uh, ja, doe je best. <laughs> het gaat sowieso lang duren voor Sam dat heeft. Evert gaat dat direct merken. Nou, dat weet ik niet. Ja, Oké, okay. ja. uh, maar... Je kunt de volgende keer hier zo opeens komen zitten met dat shirt aan. Dat is zo, He? goed. Het is hier te warm om me nu aan te doen. <laughs> uh, maar Swat, ik denk dat het een heel slecht idee is en ik maak me heel veel zorgen over de, uh, voor de Lakers-fans. Als ik eerlijk ben. Jij lijkt me daar eigenlijk niet te veel zorgen dat over Nee, eigenlijk maken. niet, omdat... Ik heb alweer het gevoel dat LeBron weer... Ja, die, die speelt alsof dat niks is. Ik vind ook dat hij terug een MVP-seizoen aan spelen ja. is. Uh, Klopt. Want ik vind, wacht ze niet vorig jaar, maar het seizoen ervoor, denk ik, had mm -hmm. hij ook sowieso MVP moeten worden. Van man, hij. nee, man. Jawel, het jaar dat Kumpo vond ik dat ze hem aan LeBron hadden nee, En ik de... ben geen LeBron. Maar dat is de narrative van, van. Dat is de narrative. De laatste keer dat LeBron echt MVP had moeten worden, heeft hij hem gewonnen. Als we kijken objectief naar wat. Als we puur de jaren afzonderlijk pakken. Hè? Dat, dat, dat seizoen. Dat is 2013. Oké. Okay. Voor mij. Zwat. 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 Nu. Hij, hij, is, hij is gewoon echt supergoed aan het spelen. Maar je vindt aan dat hij dus al een MVP-trofee bij de Lakers had moeten winnen? Want dat is de laatste twee jaar dat de DeCoupe gewonnen heeft. In het eerste jaar heeft LeBron maar 55 nee, nee, matches gespeeld. zijn ene jaar bij Cleveland. Zijn laatste jaar bij Cleveland? Ik denk het wel. Dat was, toen, heeft, toen heeft. Maar ik kan er ook naast James dupen. Harden gewonnen, 2018. Ja, maar ik kan ernaast zitten. Je zit ernaast. Alleszins, ik had op hem een keer gewet in het begin van het seizoen dat hij MVP ging worden. Ah, en ik vond... Ah, Zijn statistieken stonden ernaar en ik dacht... En voor hoeveel had je gewet? 10, nog, 10 euro. Ik, ik, kon er, ik kon er 100 mee winnen, denk ik. Oké, okay, so voortaan 100 inzetten, dan, dan stap ik in frustratie. Um, maar je maakt je geen zorgen. Dus jij denkt, als LeBron 40 minuten per match gaat spelen, is het oké? Ik maak me nu nog geen zorgen. Maar het is inderdaad wel, zoals je zegt, AD... Ze kunnen dat ook niet volhouden. Ze gaan die wel echt beginnen missen mm -hmm. op een bepaald moment. En dan, ja, LeBron. Het is, het is echt het is hout vasthouden, hè? Nee, dat het hem, ding is dat wel dat hem niet tien matchen mist of zo, want dan is het. Dan is het... Maar ze, zijn al, ze moeten allebei gewoon fit zijn voor de play-offs. Dat is het enige wat telt voor de Lakers. Dat als ze fit zijn in de play-offs, en dan maakt het niet uit, zijn ze een four-seat, zijn ze er five-seat. Who cares? Dat maakt voor die ploeg in mijn ogen niet uit. Maar die blessure van Anthony Davis, daar ben ik... Sinds dat dat met Kevin Durant gebeurd is, ben ik daar extra bang voor. Ja, ja dat is waar. Ja, ze moeten gewoon echt zorgen dat hij echt, echt topfit is. Want je kunt dan niet riskeren om, om die... Als hem dan een herval heeft, ja, dan is het terug. Mm -hmm. Voor een seizoen, hè. Ja. Dan is het voor het seizoen. Um, de Lakers, al van het begin van het seizoen, de contender, de topfavoriet. De Utah Jazz en de beste ploeg in de NBA op dit moment. Twintig van de laatste 21 matchen hebben die gewonnen. Ja. Cool, real or not, de Jazz? Ja, het voelt nog <laughs> altijd niet real aan, hè? toch? Omdat, omdat het Utah is. Ja, ik, vind, ik, ik gun het ze zo hard, hè, want ja, ik ben een super grote fan van, uh, van Donovan Mitchell. Um, en ja, eigenlijk doen ze nu wat we al een paar seizoenen ervan verwachten. Maar ze overtreffen zichzelf zo een beetje. Ja, vorig en... jaar had ik ze in de preview. Echt in de top gezet van het Westen. Ik dacht echt dat ze gingen kunnen meedoen. Ik denk dat ik ze zelf op twee of heb gezet na het reguliere seizoen. Toen had gezet. En dat was, dat was dan een teleurstelling. Loog. Omdat Mike Conley ook niet de Mike Conley was die ze daar verwacht hadden. Dat is hij dit seizoen wel. Ondanks die blessure die hij al even gehad heeft. Mitchell is veel meer playmaker geworden. Mm -hmm. Niet meer enkel die scorer. Want als je naar de cijfers kijkt, dan denk je: is Mitchell nu zo goed? Ja, die is zo goed. Gobert is. Fantastisch. Gobert, ja, bewijst, is, uh... Gobert bewijst dat je O'Neal zijn bakken zou moeten houden. Ja, 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 hij is slim aan het spelen. Hè. Maar, waanzinnig. Ja. En daar moet je ook Eindelijk. voor naar de matchen kijken, want die cijfers <laughs> bewijzen dat ook niet. Ja, de advanced stats wel, maar... Als je Gobert ziet, die kleine dingen die hij doet, hoe hij ruimte maakt in de paint voor zijn ploegmaats, hoe hij, als hij een pick-and-roll doet, zo snel naar binnen duikt, waardoor de man die verdedigt op een driepuntshotter naar binnen moet komen en er shooters vrij zijn... En dan komt het belangrijkste bij de Jazz. Je hebt daar goede balmovement. heel goede defense. Het is de enige ploeg die top 10 is in offense en in defense. En ze roteren met negen man nu. Zeven van die negen man shot drie-punters binnen. Zes van die zeven drie-puntsjotters shot niet minder dan 37%. 37%. Het is eigenlijk al een paar seizoenen lang een, ook gewoon een toffe ploeg om naar te kijken. Hè. Hoe dat die. Kijk, daarom kijk ik dus niet graag naar de Nets en wel graag naar Utah. Omdat je voelt bij Utah: daar staat een ploeg en die spelen voor elkaar. En die, die ja, hij is op Ik vind dat waanzinnig ook hoe snel dat die is om zo lang te zijn. Hoe groot is die? 2 meter 13 of zo? Nee, nee, 2 meter 20. Is die is in die 2 meter 20, 21. Hij ah, is, is zo is, groot. Dat moet ik dubbelchecken, maar ik dacht dat hij 7 voor 2, 7 voor 3 was. Nee, ik vind ze. Ik vind ze Super cool om naar te kijken, maar Ja, ik zeg het. Ik reken wel nog altijd de Lakers, de Clippers. De Nuggets. Als het door de baan komt in de playoffs, ja, wil je zeggen Ik ook nog wel altijd, mee. Ja, en we... t, t is, did, want ze hadden vorig seizoen in de playoffs. Ook even goed kunnen doorgaan tegen de Nuggets. Seven foot one, dus 2,16 meter. Ja, toch gelijk? Als die drie punter van Conley er niet uitdraait, dan gaan zij door. Het was echt de laatste shot. Maar die serie tegen de Nuggets, die 3-1 voorsprong die ze weggeven, dat is een van de grote redenen dat ze nu zo goed zijn, denk ik ook. Want je hebt de ploegen. Er zijn twee manieren waarop je daar kan op reageren als ploeg. Je kan het helemaal verliezen, het kan de doodsteek zijn. Of het kan de motivatie zijn. En wat is er gebeurd met San Antonio in 2014 toen ze kampioen zijn geworden? Het jaar daarvoor hadden ze die finals verloren, het Ray Allen-shot. Oh. Dat was ook net hen motivatie van oké, okay, volgend jaar, waar komt Quinn Snyder vandaan? Van de San Antonio Spurs. En je ziet dat ook in het spel. Als je kijkt hoe die bal rondgaat, de passing van Utah is het mooiste wat er in de NBA op dit moment is. Mm -hmm. En dat doet mij met momenten heel hard terugdenken aan het San Antonio van 2013 ja. 2014. Het is daarmee dat ze zo tof zijn om naar te kijken. Omdat ze heel... Over het laatst had je... Dat was toch nieuw, dat denk ik, hè? Een, een heel schone bal. Ja, ja, ja. Maar, dat is, maar dat is de hele tijd. En dat is het uh, ding. Ze spelen het meest Europese basketbal van de hele ja. NBA. Maar het positieve aan het Europese basketbal. Hoe die, hoe die bal rondgaat. Hoe, ook al is Donovan Mitchell daar de man, hoe hij toch niet de man moet zijn. Ja, ja het is dat. Ja, en ik denk dat hij daar heel blij mee is ook. Dat ja? hij minder die druk heeft van... Hij moet ze niet dragen. Hij moet er geen veertig maken zoals nee, in voilà. de playoffs vorig jaar. Ja, ja want ja, hoe dat hij in de playoffs ook aan het spelen was vorig seizoen, dat was... Uh, 35 oh, punten oh. per match in die serie, denk ik. Hij, hij en uh, Murray? Ja, Jamal Murray. Oh. Ja, die in een matchup dat, dat wil ik heel graag wel opnieuw zien. Um, in de playoffs. Een paar toffe dingen, wat had ik opgeschreven daar nog, uh, nog hierover? Um, ja, het is een slimme ploeg. Dat komt er ook bij. Als je kijkt naar die spelers... Dan van Mitchell, slimme speler. Mike Conley, slimme speler. Gobert. Royce O'Neill. Joe Ingalls. Cruciaal ja, ja, voor ja, ja. die ploeg, hoe hij, wat hij doet. Um, wie hebben we daar nog rondlopen? Um, Jordan Clarkson is een slimme speler geworden. Ik had Jordan gezien... fucking Clarkson. Ik had zelfs gezien dat. Kenneth Smit mm -hmm. hem als reserve had opgeschreven voor uh, All-Star Game. Ja, terecht. Ik snap het wel. <laughs> het is niet zo. Nee, het is geen terechte All-Star. Het is wel de dat, nee, Six dat... Man of the Year voorlopig. Ja. Met, met voorsprong. Hij scoort er 40 in de Kendall-Jenner-Bowl. De, Kendall <laughs> de match tegen Philadelphia. Ja, dat, dat, is... was, dat was een aparte motivatie dat hem daar had. Ja, Ben Simms had er ook 40, hè? <laughs> ah ja, van voilà, kijk. Dus de Kendall-Jenner-Bowl is, is fantastisch. Um, nee, ik denk dat Utah. Ik, heb, ik deel je twijfels over de playoffs, voorlopig. Maar als je nu naar deze ploeg kijkt, 20 van de laatste 21 gewonnen tegen goede ploegen. Er is een systeem, iedereen gelooft daarin. Gobert speelt het beste basketbal dat hij ooit uh -huh. gespeeld heeft, offensief en defensief. Uh, we hebben het al genoeg over die screen assist en zo, we hebben al genoeg over gehoord, maar hij doet dat wel. Ik denk dat ze for real zijn. Ik denk echt dat ze meedoen voor de prijzen dit jaar. Ik, uh, ik hoop het, maar ik ga er niet op wedden. Ik zie, <laughs> ik zou er wel op durven wedden. Ja? Ja, wel, echt waar. Zullen we, zullen we erop wedden? Ja, dat is goed. Ja? Dat, maar okay. dat ze de conference finals halen tegen een LA-ploeg. Ja. ja, ik zet er 50 euro op. Oké, okay, is goed. Voilà, Doe kijk. mee. Kijk, um, nog een contender, maar dan in het oosten. Wel een echte contender. Ook, daar is iedereen het wel mee eens: de Philadelphia 76ers. Ja. Thomas van de Spiegel was mij er in de preview nog zo mee aan het uitlachen dat ik ze weer te hoog zou zetten. Die zijn ook wel for real. Die, die, zijn, echt. die zijn echt for real. Ja, ik zet ze, ja. Want ik vind dat uh, Milwaukee, die zijn nog altijd derdes. Maar ik vind dat die toch op de een of andere manier teleurstellen. Natuurlijk nou, stellen die teleur uh, stellen, ja, het teleurstellen. En Philadelphia is... 16 en 13 Milwaukee. Hè? Ah, ja, voilà. Ja, Philly is ook gewoon heel cool om naar te kijken. Hè. En als je ziet wat dat daar speelt... Curry. Over Curry gesproken. Die zijn cijfers. Maar het is wijze, nog eens bewijs waarom Daryl Morey zo'n geniale GM is. Een paar kleine moves gedaan, maar moves die nodig waren. Josh Richardson weg. Seth Curry in en kijk naar het verschil bij Dallas. Wie missen ze daar? Ja, een shooter als een shooter, hè? Seth Curry. En bij Philly hadden ze er een nodig. En dus bij Philly hadden ze er een nodig, inderdaad. Ja. En nog eens het bewijs: wat gebeurt er als Joel Beat in topvorm is? Als die zijn lichaam verzorgt en daaraan werkt, dan krijg je dit: ja. de nummer 1 ja, MVP-kandidaat. Zo schoon om te zien: Simmons en een Beat en, en, en Harris en hoe dat dat toch. Toch het Doc Rivers-effect? Ja, ik denk het wel. Want ik, ik, ik ben ook wel een Doc Rivers-fan. Toch? Ja. Ja, toch wel. Ik vond... Hij, hij heeft kaart gechoked hè, bij de Clippers door, door nooit de finals te halen. Maar... Door die 3-1-voorsprong ook weg te geven ik, ja. vorig jaar. Ik blijf wel echt fan. Ja, ik, ik denk... Ik weet het eerste seizoen onder Rivers heeft vaak een impact. Ah, ja, en je denkt dat maar voor... Nee, nee, maar ik, dat is vaak zo. Kijk, het eerste jaar met de Big Three bij Boston... Ja, dat is en, waar. en dat werkte ja. meteen. En ja, ja. Ja, Beat is daar extra door gemotiveerd geraakt, denk ik. Nieuwe coach, ik moet eindelijk iets laten zien. Nog eens iets laten zien. is misschien een gezonder aan het eten ook. Maar hopelijk houdt hij het vol. Hij is gewoon heel fitte hè. En dan zie je dat het met voorsprong de beste big man in de league is. Ja. Sorry, Nikola Jokic. Ik, ik ben heel zwak voor Jokic, maar een beat als die wil... Pff. Ja, ik ook, maar... Ja, een beat kan wel ze nog... Ja, ik... Bij een beat merk je dat hij echt zijn ploeg draagt. En dat gaat bij Jokic iets minder, vind ik. Maar hij krijgt wel de juiste hulp, want je hebt Tobias Harris, die goed aan het spelen is, vind ik toch? Ja, ja. Tobias ja, Harris, vind, beste ik vind, seizoen. Ik vind Harris eigenlijk dat hij nooit echt teleurstelt. Nu, de afgelopen jaren wel. Bij, bij, bij Philly, hè? Ja, ik vond hem vorig jaar, het jaar ervoor, vond ik Harris, hij pakte geen enkele drie punten. Ik vond, dat vond ik wel een teleurstelling. Ah, ja. Want hij, hij deed niet waarvoor hij betaald werd. Die gast heeft een max deal, hè? Nee, dat is waar. En hij werd wel van bij Allee gehaald om... Dat te doen, dat is waar. En dat is de laatste wat je zegt. Wie is dat toen bij de Clippers? Doc Rivers. En daar had hij zijn beste seizoen onder. En nu is Rivers terug en je ziet dat Harris ineens met veel meer vertrouwen speelt. En dan is er nog um, Ben Simmons. Na Gobert, de beste verdediger in de league. De beste perimeter verdediger in de league. Um, iedereen, ik denk dat iedereen dat misschien wel gezien heeft, die de NBA hard volgt. Als je het nog niet gezien hebt, zoek het op. Um, hoe Simmons Damian Lillard uit de match heeft gehouden hem vorige week of de week ervoor. Lillard kon, Lillard kon nergens naartoe. Hè? Ja, ik vergeef het Simmons eigenlijk al. Die, die moet ook echt niet meer shotten van mij, omdat die, die heeft zoveel andere kwaliteiten. Dat is, ja, ik vergeef het hem dat hij niet kan shotten. Ik, ik blijf Kevin O'Connor wel volgen dat hij met zijn rechterhand moet shotten. Kevin O'Connor van The Ringer zegt dat al jaren van voor hij gedraft was. Gast is rechtshandig. En let er eens op als hij naar de ring gaat. Hoe werkt hij af? Altijd met rechts. Altijd met rechts. Ja. Altijd floater met rechts. Uh, scoop met rechts. hoekshot met rechts. Alles is met dat rechterhand. Het is zijn dominaal. Hij doet ook alles met rechts buiten het shot pakken. Ja, ik ben gewoon heel blij dat ze... Eh, omdat ze bij de Harden-deal ook Philly mm -hmm. erbij aan het betrekken waren. Ik ben super blij dat, dat, niet, dat, dat Philly gewoon Philly is gebleven. Het was ook en, niet en, goed en geweest de, voor de Sixers, denk nee, ik. Voilà. Als, als die deal was doorgegaan. Het is dat. En die, die, ja, die, die, ne, die ne combo, Simmons en Beat, toch is gewoon super cool. Maar de afgelopen jaren zei iedereen dat het net niet werkte, die twee. Hè? Ja, maar die combinatie. Je, je moest dat gewoon tijd geven, denk ik. Tijd, ja. En, en, Beat, ik denk, en ook belangrijk, Simmons moest zich willen engageren. Ja. Om, om vooral de beste verdediger van de league te worden. En als je in college was, dat totaal niet het geval bij LSU, toen had hij geen engagement. En hij heeft dat al afgelopen jaar. Hij was al in het All-defensive team vorig seizoen, denk ik. Maar nu is het nog iets anders. En hij is ook iemand die letterlijk één tot en met vijf verdedigt op alle uh, posities. Ja, dat en dat ook goed doet. En pff, ja, ik, ik denk. Ik, Philly is voor mij de topfavoriet in het Oosten op dit moment. Boven de snap, boven boven de absoluut. Ik, defense, zet ze wel, ik zet ze wel tegen elkaar het in de is conference. Stom uh, cliché. Finals. Defense wins Championship. Ja, dus daar volg ik u helemaal in. Ja. En dan heb je ook nog eens. Wie is de beste offensieve speler bij de, bij de Sixers op dit moment? Joel Embiid. Wie gaan de Nets daar tegen zetten? De André Jordan en zijn versleten botten? Ja. Andre Drummond. Ja, ab, <laughs> dat is ook schoon om te zien. Nee, dat is waar ja. Wat uh, ja zij hebben Embiid hè. en dat is gewoon de key om naar de finals te gaan. En Embiid is ook effectief de Moderne versie van Hakim Olajuwon. Gaat nooit zo goed zijn, denk ik. Olajuwon was een, pff, zo uniek. Een van de meest onderschatte all-time greats. echt. Olajuwon is een droom. Maar, hoe oh, mooi is het, een droom. Onbewust oh, dat ik het zelf zeg. Oh, oh. <laughs> uh, maar Embiid is opgegroeid met videotapes van onder andere Hakim Olajuwon. En af en toe zie je dat, Siri dream shake daarin komen. Zie je dat voetenwerk. Ja, zijn dat geen landgenoten? Um, Embiid komt niet van Nigeria, denk ik. Nee, ik, dat moet ik. Dan moet ik dubbel opzoeken. Daar ben ik dus niet zeker van. Ja, ik dacht. Jo Joel ook van, en is Cameroon. Uh, ah ja. Joel Embiid en is een Camerooner. Ja, ik dacht dat hij ja. ook van de. Uh, nee, ook... Want Luenbaan Moethe, heeft hem via zijn kamp, heeft hij een beat, uh, naar de NBA geleid, okay. ja, naar Amerika geleid destijds. Uh, maar Philly, dus jij denkt niet: je ziet het net nog altijd meer als een contender op dit moment dan, dan Philly. Uh, ja, ik heb zoiets van als KD zo er echt goed zien heeft, en harden. Dat zijn zo. De nets, dat zijn van die ploegen die dat iets hebben van. Bon, als die in een huddle komen en die zeggen: mannen, de komende vijf minuten gaan we hier twintig binnensmijten. En ja. die doen dat dan ook wel echt. Maar tegen dus Philadelphia, zijn... tegen Philadelphia kan dat, is dat toch iets anders? Ik denk dat als je. Ja, maar ik weet niet. In de playoffs gaat alles om matchups Het is nog ver voordat de playoffs er zijn. Nou, al wel ver. We zitten al aan dertig matches. Het zijn er 72. Februari. We zijn bijna halfweg. Ja. Um, maar in de play-offs draait alles om match-ups. Dus Simmons gaat op de rand verdedigen. Ja, dat lijkt me logisch. Of ja. op, op Harden, kan ook. Een van de twee. Ja. Mathis Stiebel is daar ook nog een. Hele goede verdediger. Die ook nog wel kwijt kan op een Kyrie, op een James Harden. Ja. En ze moeten ze niet helemaal lam leggen, maar ze moeten ze gewoon beperken. Ja, dat is waar. Maar ik, ik schat KD's aanvallend vermogen nog altijd wel hoger in dan... Je mocht daar elke verdediger op zetten, maar die gaat wel nog altijd blijven scoren. Harden ook. Maar ik denk dat Simmons wel een van die verdedigers is die hen kan vertragen. Hij gaat ze niet helemaal uit de match houden. Maar je mag niet vergeten, Simmons is 6 foot 11. Die kerel is 2 en 10. Dus... Ik dacht dat we een boodschap kregen van, nee. van Lars. Nee? Dus we L Lars die leidt onze opname, maar ik merk dat hij het een beetje moeilijk heeft. Hij is hier al de hele tijd aan het rond. De, de DINAC-camera is ook ja, uitgevallen. Ja. Kijk, dat is het leuke aan, ook met youtube werken, camera's die uitvallen en zo. <n synthetiek> <stut�> een en zwart beeld ertussen. En dat is een stagiair, hè? Ja. Kijk, dat... Ik weet niet of dat die goeie... Wij hebben gelukkig nee. nog niet de, niet, of niet de allure van MidMid. Uh, van -Mid, het is maar basket Je hebt dat ook niet nodig, maar, maar basket, nee <laughs> ik heb een, Mijn nek is al dik genoeg, zeg. <laughs> um, maar nee, ja, ik, ben... ik, ik, denk, ik denk dat het dat dat een fantastische serie kan worden. Dat ja, sowieso. Daar kijk ik keihard naar uit. Maar ik zet ja. mijn geld op Philly dan, hoor. Echt waar, ik zet mijn geld op Philly. Defense, dat is nog altijd het belangrijkste. Okay. En niet vergeten... Ook al zit Mike Tony daar, Steve Nash is nog altijd een rookie headcoach. Okay, Doc Rivers heeft heel wat, ja. heel wat dingen al weggegeven in zijn carrière, maar het blijft wel iemand met de ervaring en een coach die al kampioen is gespeeld. Ja, want dat vraag ik mij ook nog altijd wel af. Hoe dat de machtsverhoudingen zitten binnen de kleedkamer met Steve Nash erbij. Omdat ik ben wel overtuigd van Steve Nash als coach, maar ik denk dat je daar al, zoals je zegt, een KD hebt die dat... Met iedereen wel goed overeenkomt en die ook die ploeg kan samenbrengen. En ik vraag mij af: Ja. Nijs is de perfecte people manager voor die ploeg. Was hij al speler al? Want het is de beste ploegmaat die er ooit geweest is. Volgens alle verhalen, ik heb er nooit mee samengespeeld natuurlijk. Uh, maar het is de perfecte people manager. Iemand die iedereen content houdt, die de sfeer in die ploeg op een goed houdt, die ook perfect weet wat hij wanneer moet zeggen, wanneer hij moet ingrijpen. Wat was de grootste kwaliteit van Steve Nijs als speler? Dat was zijn basketbal IQ. Zijn basket. Z hè? Zo slim. Ja, ja, maar hoe hij ook, hoe hij daarmee omging met, die plo met zijn, met zijn, met zijn ploegmaat. Elke keer als er een speler, een ploegmaat van hem een fout maakte. als hij een bal niet kon vangen, bijvoorbeeld na een pas van Nash. dan ging Nash sorry zeggen. Ook al was het zijn fout niet. Omdat hij niet wilde <laughs> dat zijn ploegmaat vertrouwen zou verliezen. Ja, dat zegt alles over die gast. Dat is zo een die dat je altijd in je ploeg wilt. Alleen, naast het feit dat hij keigoed kon, kon basketten. Ja. Dat is. Um, ja, dat is zo een, een Draymond Green. Hè. Nash was ook al coach toen hij nog speler was. Hè. Het enige verschil is dat Draymond, yes. Draymond Green het op een degoutante manier, eh, tenminste op een manier doet, waar je soms wel, als proefmaat wel eens van kan zeggen van gast, bakkes Ja, ben, ja misschien wel. Ja. Direct hij en hard. Het, en... Hij zou het liever kunnen zeggen, maar <laughs> I, op die moment hebben er ook <coughs> geen tijd voor om te zeggen van zeg, sorry. Weisman. Hij zou het liever kunnen zeggen. Zou je alsjeblieft dit <laughs> kunnen doen? Dus. Oké, okay. okay, ik heb nog een paar ploegen opgeschreven die ik snel even wil... Iets over wil zeggen. New York. Real or not for real? <laughs> ja, hoeveelste staan ze nu? Vierde? Nee, 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 nee. Eh... Uh, ze staan zevende. Veertien en 16. Ja. Maar ja, in het, in het oosten kan het allemaal snel gaan. Maar ze hebben al 14 van de 30 matchen gewonnen. Ja, ze, zijn wel... <laughs> ze zijn grappig aan het spelen. <lacht> allee, <lacht> ze zijn ja. grappig aan het spelen. Ja, maar dan... ja, allee, die zijn al... Hoeveel jaar zijn die al slecht aan het spelen? En dan de moment dat je verwacht ze kunnen genieten van een trade, van een draftpick, dan opeens gaan ze goed beginnen spelen. Ja, dat is... Ik ben wel heel blij dat Rose dat er terug is. Ik in... Wel... Is, ik had er eerst Jenny? schrik voor. Ja, het is ook weer typisch, Thibodeau. Thibodeau ja? is daar. En wat gaat die, wie gaat hij halen? Derrick Rose. Maar ik had heel veel schrik dat hij in Quickly minder minuten ging laten krijgen daardoor. Dat gebeurt gelukkig niet. Natuurlijk wel andere gasten die amper aan bod komen. Um, het is en blijft Tom Thibodeau. Maar het belangrijkste voor de niks. Het is een ploeg die vecht. Nu ze hebben terug. Ja, er is hier terug. Um, moet je dat zeggen? Er zit natuurlijk vechtlust in die ploeg. Ze, ja. ze willen terug spelen. Het is niet zo'n ploeg die daar gewoon zichzelf daar gewoon maar. Nee, voilà. Ja. Het is niet van we gaan hier doen alsof dat we gaan verliezen. Oké, okay. Bedankt, we krijgen niet de boodschap dat we moeten afronden. Jonas moet <laughs> weg. Want ja. Leroy is er ook bij komen we zitten, even. Leroy, Leroy Daltour. Dus, ik weet um, Nee, ik was. ik wil nog even kort een paar dingen aanhalen. Maar, maar misschien uh, we kunnen wel nog even. Uh, Jokke moet weg. Hoe laat is het? Nu ETA is, uh, kwart voor, uh, is 20 voor 3. Oei. Oké, okay, Jonas moet weg. Nog twee dingetjes dan. Oké. Okay, uh, dus niks tof, maar, niet tof for, maar for real? Tof, maar niet for real. Oké. Okay, um, Dallas, komt dat nog goed met hoe ze daar aan het spelen zijn? Ik denk het eigenlijk niet. <laughs> nee? Denk jij van wel? Nee, voor, om beter doen, voor, voor een prijs niet. Nee? Want uh, ik zei daar straks nog van, ja, die ploegen kunnen nog uit de top 8 vallen, maar... Pff, ook weer niet eigenlijk, hè? Met alles zit er nog geen eens in. En dan het laatste. Um, erger jij je ook zo hard aan de Atlanta Hawks als oh. ik? Ja. 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 Echt, ik word zo ambetant van die ploeg. En dat is even heel subjectief, geef het eerlijk toe. Maar Tra ik heb nog nooit een speler gezien... Trey Young is fantastisch in offense. Ik heb nog nooit een speler gezien die zo weinig moeite doet in defense. Ja. Maar echt, James Harden... Nee, James heeft... Harden. Nee, nee, nee. Die deed meer moeite dan wat Trey Young soms doet. Let daar eens op. <laughs> Let erop hoe die verdedigt op een balscreen. Je kan... Die ziet dat komen en die denkt: Ja, allee, dat is tamar, hè. Ja, maar wat hij daar straks over dons is, is dat hij ook zo aan het klagen en zagen is over alles. Maar Trae Young kan er ook wel een pakje van ze En Trae Young heeft, oh. heeft vooral ongelijk als hij dan zaagt over sommige ja. calls. Echt, gast. Ja, was wat. Negatief. Dat is een beetje te negatief. Um, we gaan eindigen ja. met positieve dingen. Zo, en dan zal ik eindigen met jou te laten gaan, Jonas. Zo, zo, okay. En te verwijzen naar wat er nog allemaal is op de Friends of Sports podcast. Um, er is een bit mit opgenomen met Thomas Radzinski. Met de geweldige Thomas Radzinski die dat shirt daarbij had. Voor de mensen die uh, aan kunnen luisteren. Er ligt daar een prachtig shirt van Germinal Ekeren. De mooiste voetbalclub die ooit bestaan heeft. <laughs> met Young Charlie daarop getekend. Door de beste spits die Germinal Ekeren ooit gehad heeft. Ja, ik ben een fanboy. <laughs> ik heb het eerlijk Dat mag, toe. hè? Allee, van, van Germinal mag dat. Welke grond? Ja, ook overal. Oh, wat een held. Dus die kan je nog altijd bekijken uh, op de uh, YouTube-pagina van Play Sports. En kan je natuurlijk ook beluisteren. Um, Kick and Rush was er ook weer deze week met Tim, Leroy en Jelle. En Valsplat komt volgende week terug met een nieuwe host. De enige vaste waard van vorig jaar die er was, is Jappetote, die is er nog altijd. Voor de rest is het een verrassing, maar midden volgende week komt Valsplat ook weer terug. En wij zijn er volgende week weer. Volgende week vrijdag nemen we een nieuwe aflevering op met Andries Bekkers, en gaan we het hebben over het All-Star Game, en gaan we onze eigen selecties maken. Ik ben heel benieuwd of hij Tony Snel zal selecteren. <laughs> oké, okay, Was dat niet Frederik? Dat was Frederik, maar ja. daarom... Frederik is ook al in Welcome to the EA geweest, dus rare mannen. Ja, oké. Okay, Jokken? Bedankt dat je er was. Hé, hey, merci. Ik bedank jullie voor het luisteren en kijken. En tot volgende week. Salut.